Ik val nooit dus. Je valt nooit, dat weet u zeker. En ik rijd heel rustig. Ik moest nu in de stad zijn en ik ging naar de kapper. Ik denk, ja, dan moet ik die helm opdoen. Dat vind ik weer zonde van mijn haar. Steeds meer fietsers raken bij een ongeluk ernstig gewond. Vorig jaar was bijna de helft van de fietsslachtoffers ouder dan 55 jaar. Jan Hoorman klapte bovenop een auto en raakte gewond. Ze is weer opgeknapt, fietst weer, maar wel met een helm. Ik ben Jan Hoorman. Ik ben 85 jaar. In het begin fietste ik altijd 20, 22. Dit ging hard en dat vond ik prachtig in het begin. En hoe harder, hoe mooier. Niemand fietste met een helm, dacht ik. Ik ga toch niet meer zo'n gek ding op mijn hoofd fietsen. Hier is het gebeurd. Daar ben ik gevallen, tegen de auto aan. Ik kwam van die kant af en de auto kwam daar uit. En die stond daar stil, dacht ik. En ik reed daar pal tegen die auto aan, want hij ging meteen weer optrekken. Want hij zag van rechtsaf geen andere auto aankomen. Dus toen knalde ik er bovenop. Nou, toen kwam er allemaal bloed uit mijn hoofd. En toen ben ik naar het ziekenhuis gebracht. En in de ziekenauto kwam ik eigenlijk pas goed bij kennis. Oh, geen fietshelm? Oh. Nou, ik denk dat ik dat niet nodig heb. Stom en onhandig. Omdat ik er geen zin in heb. Geen zin? Nee, doe dit ook. Er zijn al bijna 3 miljoen e-bikes in ons land. En mensen fietsen steeds sneller op hun elektrische fiets, ziet deze e-bike-specialist. Wij zien ontwikkeling naar wat zwaardere motoren, krachtigere motoren. Accu's die langer meegaan, waar men verder mee weg kan fietsen. Dat zijn duidelijke tendensen die je ziet in onze branche. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook het aantal fietskilometers enorm toenemen. Goedemorgen. Hey, goeiedag. Ik kom eens voor een fietshelm kijken of op mijn e-bike. Dat is een goed idee. Ik zal even wat laten zien anders. Ik vind het dragen van een fietshelm van belang. Zeker bij de 65-70-plusser. De praktijk is het zo dat ik zie dat mensen weerstand hebben tegenover de helm. Dat ze hem liever gewoon niet dragen. Heel simpel. Ik denk dat het ook confrontatie is met het ouder worden. Dat is al vervelend genoeg. Als je ook gewoon een helm moet dragen op de fiets, een stuk schaamte. Ik denk dat dat ook zeker een rol speelt. Ja, nou zit die heel anders ineens. Die andere is veel iets mooier. Ja, dat zie ik zelf niet natuurlijk. Kijk, deze gaat niet natuurlijk super hard. Dus eigenlijk normale fietsers kunnen mij ook bijhouden. Dus deze gaat niet harder dan 27. Ik val nooit dus. Je valt nooit, dat weet u zeker. En ik rijd heel rustig. Ik moest nu in de stad zijn en ik ging naar de kapper. Ik denk, ja, dan moet ik die helm opdoen. Dat vind ik weer zonde van mijn haar. We hebben heel veel te winnen. En dat zal ook niet van een op de andere dag gaan, denk ik. Ik geloof meer in voorlichting, bewustwording. Dan ga je richting tv-commercials. Daar moet je denk aan denken. De landelijke media die dit op moeten gaan pakken. Dan zal er wat bereikt kunnen worden. Ik vond het zo'n flauwekul, fietshelm. Ik vond dat onzin. Ik denk, ik fiets wel gewoon. Ach, je moet wat doen om in leven te blijven. Mevrouw Hoorman volgt na haar ongeval een cursus fietsveiligheid. En gaat nooit meer zonder helm de weg op. Maar het gaat toch veel harder dan dat je denkt, hoor, met die elektrische fietsen. En nou naar die cursus geweest ben, dan ben ik wel heel blij dat ik toch een fietshelm gekocht heb. Ja, daar gaat ze. Veilig met haar fietshelm op. Inge de Vlieger, u bent medisch psycholoog. U staat hier namens Artsen voor Veilig Fietsen. Dat zegt al genoeg, dat artsen zich te druk om maken. Wat komt u zo tegen als arts? Van alles. Echt van heel zwaar hersenletsel tot aan wat milder hersenletsel. Waarbij ik wel echt wil zeggen dat mild hersenletsel niet betekent dat je geen last hebt van klachten. En uw collega's, wat komen die tegen? Dat zijn traumachirurgen onder andere, IC-artsen. Die zien echt van licht hersenletsel tot aan comateuze mensen die heel hard zijn gevallen. Precies, met of alle gevolgen van dien. Ja. Want het SWOFT, die onderzoek doet naar verkeersveiligheid, zegt dat het 80 fietsdoden per jaar scheelt. Hè? Dat is nogal wat, Evert-Jan Hulshoff van Veilig Verkeer Nederland. Ja, dat is heel veel. En dat is goed onderzocht. Want men zoekt eigenlijk nog steeds het middel tegen het aantal verkeersdoden in Nederland en verkeersgewonden. Want per jaar zijn er 22.000 tegen de 20.000 zwaar gewonden, ernstige gewonden in het verkeer te betreuren. En dat is een enorme emotionele last natuurlijk. Maar ook een enorme schade. Ja. Nou hebben wij een kleine enquête gehouden onder ons Max Opinie Panel. En we hebben gevraagd, van, bent u nou voor een
helmplicht. Nou, 62% is voor verplichting van die fietshelm. En het grootste deel daarvan vindt dat dit wel moet gelden voor alle type fietsen en fietsers van alle leeftijden. Bent u er ook voor? Een helmplicht? Ja. Nee. En waarom niet? Ik denk dat we daar een averechts effect mee gaan krijgen. Ik denk dat we moeten leren van buitenland. In Denemarken hebben ze enorme campagnes gevoerd met allemaal samenwerkende organisaties en de regering. En daar hebben ze zonder helmplicht 90% van de kinderen aan een fietshelm gekregen. Maar hoe hebben ze dat gedaan dan? Campagnes. Ja, dat werd net ook gezegd in het filmpje, door die verkoper. Hè? Die heeft het ook over campagnes. Ja, dus echt uitleg, wat betekent hersenletsel? Ja, en het is een kleine preventieve maatregel. Ja. Bent u voor een plicht? Ik denk dat Nederlanders zeker daar toch behoorlijk eigen gereid in zijn. Wij zijn ook allemaal opgevoed met fietsen. Wij denken dat we heel goed kunnen fietsen. Ja, we kunnen allemaal supergoed fietsen natuurlijk. Hè? Iedereen vanaf jongs af aan al. Ver op de fiets. Maar ja, het verkeer verandert natuurlijk ook. Ja. En je wordt ook ouder. Als je ouder wordt, veranderen je motorische vaardigheden ook. Zonder dat je het misschien doorhebt. En we gaan steeds harder met die elektrische fiets. Nou, dat scheelt een slok op een borrel. Precies. Maar goed, u zegt dan, ik sluit aan bij mijn buurvrouw dat het misschien gezocht moet worden in vrijwilligheid, in campagnes. Ik denk dat het beste werkt, omdat die intrinsieke motivatie zo belangrijk is. Ja, maar ik dacht wel gelijk terug aan de gordels in de auto. Ik bedoel, ik heb nog auto gereden dat we geen gordel hadden. Dat moest op een gegeven moment ook. Dat hebben we toch ook gedaan? Dat werd toch ook verplicht gesteld? Dat hebben we gedaan en dat is heel goed uitgepakt. Want er zijn ons. Dat heeft ontzettend veel doden en gewonden gescheeld. Bij fietsen zitten we in andere vaarwater op dit moment. Ik denk dat het op dit moment niet handig is om een wettelijk gebod op fietshelmen... Maar waar bent u bang voor dan? Ik bedoel, we zien toch allemaal de gevolgen? Handhaving. Ik denk dat niet te handhaven is. En ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. Ja, maar goed, we hebben ook op een gegeven moment een helm opgezet toen we op de brommer zaten. Moest ook. Dat moest zeker. En dat heeft ook te maken met de snelheid. En wat we nu zien bij die elektrische fietsen, dat zit een beetje tussen de fiets en de brommer in. En dus ik denk dat dat zal verschuiven die kant op. Ja, dus uiteindelijk toch in de toekomst, als we steeds harder gaan fietsen, zal er toch een helmplicht komen, denkt u dat? Zegt u dat nou eigenlijk? Ik verwacht dat het die kant op gaat. We hebben het met skiën gezien. Ja, precies. We hebben het met wielrenners gezien. En ik denk dat dat steeds meer gaat komen. Denkt u dat ook? Ik denk het ook. En ik denk wel, ik vraag me af, is het überhaupt verplicht op een wielrenfiets? Volgens mij niet. Nee. En mensen doen het wel. Ja. Dus ik denk dat een plicht niet per se nodig is. Het is een soort laatste redmiddel als die trend zich doorzet. Want er zijn gewoon echt heel veel. Er is heel veel letsel met elektrische fietsen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen dat gewoon weten. En er minder laconiek over zijn. Ja, wat moet de minister doen? Nou, ik denk dat het goed is dat de campagnes enorm ondersteund worden. En dat de overheid zich daar echt achter gaat zetten. Om mensen bewust te maken van de risico's die daar spelen. Bedankt voor uw komst. Dank je.